de week. Woensdagmiddag is dus feesten, speelmiddag. En dan, ja, we twaalf dan weer hierheen. 3 uur koffie of thee. En dan 5 uur dan is het gebeurd. Ik heb altijd zo'n, oh, wat vind ik dat mooi, accordeon. Ik heb neven en nichtjes, ik kom uit Akrum. En die hier al een accordeon. Oh, ik zei, vind ik mooi, accordeon. Hey. Ik weer famke van 11 jaar, kreeg ik op een jedi een accordeon van de Zuidermen. Die stond op het de zware, mooie reer, het water in de bos. En het weer prachtig, schitterend. Nou, eigenlijk brengt u de wie als een beetje. Had ik een accordeon, ja, dan vliegen mijn heren naar mijn kop. En daar vind ik geld voor, hè. Toen vroeger naar de, geen ding net erom. Maar ik vergeet een vergeetje niet, toen ben ik met ze begonnen, mocht ik op accordeon lezen. Dat is prachtig mooi. Het is gewoon een kantine. Dit was vroeger 2 haken. Ik moest mijn boeken, ik heb 45 jaar boekhouding dingen. Nou, verklaar. Voor het bedrijf, zeg maar. Transportbedrijf, ja. En nou, toen zei Klaas van, nou, je kan wel in een kantine. Want ze kregen een mengpaneel en boksen. Nou, en dat, ja, wij moesten dat staan. Oh ja, hoe kunnen we komen? Van Klaas, dan heeft de auto heeft toen doen van een auto. Oh ja, Zo, ik had een auto, die moest nachts zo'n krachtstroom. Want er zit toetjes in, hè? En dan zie je het Franse zee zien bij de nonen. Juist, en ik ook net, en ik ook bij hun onder stroom. Hier in het warp, nou, een prachtig plekje, want ik ben er vlak voor. Nou. En zij hebben een soort contact gekregen. Nou, en van praat komt praat. Nou, en nou, mijn sorry, Thomas de jongens moesten ze altijd in het vee rijden. Kerst was bij mij komen te spelen. Nou, en zij is begonnen. En het is nooit waar u was. Nou, dat is 40 jaar geleden. Omdat wij bollens vregen waren, maar als je 12 ergens dan komt het spelen. We zijn nog maar een drummetje bij, hey, jongen, dat is wel leuk, wat meer voort, nou? En zij is gone. We hebben een heel soort vet geweest. Ja, nou, nou, ja. Maar ja, voor de ouderen dan, hè? Ja. Rede Kruisboot, Zonnebloem, ja. Hey, Aanbo, toneelverenigingen. Nou, dan ja. Even in een pauze spelen, na de tijd even doen. Zie dat, ja. Prachtige tijd. Ja, hele mooie tijd. Ja. Ja. Het boot staat er nog, zie je daar? Ja. Ja. We zijn nog steeds zo galantisch. Ja. Ik vind de accordeon een schitterend loon zit er in. Hè? Prachtig mooi, je kunt alle kanten mee uit. Je kunt een mooi tango op spelen en ja, wat kun je er net op spelen. Hè? En dan machinaal en dan drummen erbij. Maar de minderen vind ik machtig mooi om daarbij te spelen met een drummer. Dat is prachtig mooi. Nog het zij de keyboard en er zit van alles in. En dat is allemaal, oh, maar die keyboard hij net hier, hè? Daarin wie je net me zitten, volgens mij. Nee? Nee. De hele mede naar 2 accordeons, de luister niet. Dat hoeft voor mij nou ik me net aan. Oh. Nee. We doen elke week net dezelfde nummers. En we hebben zieke naaie nummers op, hè? Ik zit dan achter mijn computer. En dan zoek ik wat orkestjes uit er al in. En dan, nou, dan pik ik er in tussenuit. Ik denk, dit is een mooi nummer. Ik moet een soort Duitse nummers hebben. Wel. Nou, als ik die nou een beetje naar Holland heb, dan neem ik het maar naar Minta. En dan hoeven niet weer die nummers weer. Zie, we hebben hier de computer staan. Ja, joh, en ja. Die staat erop. En dan zie ik het nummer even op YouTube op. En dan spelen wij mooi. Ideaal, joh. Prachtig. Maar ja. Ben je het altijd hier zo goed nummer? Ja, ja, dat is altijd wel, ja. Ja. Wij horen van wat pittige nummers. Een beetje rock'n'roll vind ik mooi altijd, ja. Hè? Ja. Dat is normaal, hè, jongen. Die ploegen en status quo. Dat vind ik mooie muziek. Ja. Wat voor dingen nou. Dan zei mijn vrouw, wat voor dingen, ik heb het een beetje zachter. Ik verteer er niks meer van de televisie. Nou ja, dan maak ik maar een beetje zachter, maar dat vind ik machtig mooi werk, jongen. Ja. Ja, prachtig. Het zal op een deur wat minder worden, maar zolang we het dwang kennen dan... Nou, dat vind, ik vind het mooi met Maarten te spelen. He, dat is, ja, ik, dat heel klinkt. Ja, dat klinkt mooi. Ah, nou, dat zit van, heb je een mooi plakje. Nou, dat is al lang uit dat gaan. En we blijven nou wat vet en wat zo. Dan hoop ik dat we dat nou een skofje trots hadden maken. Ja, nou? Je bent net de jongste meer, toch? Mag ik dat zo zeggen? Zij is nou jong wie, een wiepje, hè? Boe. Ik ben nou een rocker, hè? Dat is nee, ik ben nou een wiepje, maar...
Ik ben dan net 80, maar dat werkt niet al zo. Nou, dat zeg ik maar eens. En Martin dan? Nou, ik ben eigenlijk al 84. Dit wordt net uit zo'n, hè, 34. Nou, dat zou ik echt net. Dat was een mooi vlak nummer, hè?